Yo, wat dan mensen, tof dat jullie kijken naar deze gloed, een nieuwe video op mijn kanaal Games For Real. En in deze video, zoals je aan de titel al waarschijnlijk hebt gezien, ga ik weer een Q&A aankondigen. Dat houdt dus in dat jullie daar achter jullie beeldscherm een leuk vraagje voor mij achter kunnen laten onder deze video. Dus laat gewoon een originele, leuke, grappige vraag. Maakt mij helemaal niks uit. En probeer zo origineel mogelijk te zijn. Dus stel dus lekker een vraag die je nog niet weet van mij. En ja, het mag van alles gaan over elk onderwerp. Maakt niks uit. Ik zal er zoveel mogelijk uit de comments gaan pakken voor de echte Q&A natuurlijk. Die over dan een paar dagen online zal komen. En ja jongens, ik wil ook even trouwens jullie heel erg bedanken voor de support de afgelopen weken. Het is echt, we hebben waarschijnlijk, hoeveel weken zou dat zijn? Anderhalve week geleden of zo de 10.000 abonnees gehaald. En dat is natuurlijk super awesome, daar wil ik jullie nog steeds voor bedanken. Het is echt, dat is fucking veel mensen die op mij hebben gezet. En dat vind ik echt super sick en super bedankt daar allemaal voor. En ik had dus beloofd om een 12 uur stream dan te gaan doen. Voor de 10k zeg maar. Ik weet, we zitten nu al flink over de 11.000 abonnees heen. Dus dat gaat, we blijven groeien. Dat is super sick jongens. Dus super bedankt daarvoor jongens. Thanks voor de support daarvoor. Echt super ziek. En die 12 uur stream gaat door. Dat komt zeker voor de bakker jongens. Dat komt eraan. Ik had eigenlijk beloofd om natuurlijk zeggen in een weekend te doen. En toen dacht ik van weet je, we komen langzaam dichter bij de kerstvakantie en dan heb ik wat langer de tijd zeg maar om de stream voor te bereiden. Hè? De layout moet ik veranderen, ik moet gewoon alles instellen. Dus dat moet ik allemaal gaan doen. Dus ik dacht, we gaan een dag uitpakken in de kerstvakantie natuurlijk. En ik dacht van, Anko en Sam, die kennen jullie natuurlijk van het kanaal GameTechNL, zo niet. Check een linkje in de beschrijving, ze zijn super goede vrienden van mij. Als het allemaal goed kan en als hun kunnen, gaan ze bij mij gewoon weer komen. Net zoals wat ze al zijn een paar maanden geleden. En dan gaan we dus met z'n drieën, want ik heb nu een nieuw bureau zoals jullie weten. Waarschijnlijk nieuwe mensen niet, want ik heb dit bureau sinds dat jullie hier zijn al op mijn kanaal. Maar hier kunnen we met z'n drieën, tweeënhalf, zoiets, kunnen we naast elkaar gaan zitten. Dan kunnen we dus met z'n drieën gaan livestreamen. Dus dat wordt super awesome. We gaan dus een 12 uur stream doen, waarschijnlijk met z'n drieën. En we zullen van allerlei games uit de kast pakken. Dus dat komt zeker voor de bakker. Dus ja, dan komt dat dus in de kerstvakantie. Komt dus de 12 uur stream. Ik weet nog niet hoe laat of wanneer. Dat moet ik nog allemaal verzinnen. Maar ik wou dus even duidelijkheid hebben. Want ja, ik krijg nog best wel veel vragen. Van, yo, Dylan, wanneer komt de 12 uur stream nou? En ja, ik weet, we zitten al flink over de 10.000 heen. Maar dan wordt het gewoon een special stream in het geheel. Weet je wel, voor een bedankje naar jullie. Want het is, what the fuck, we allemaal doen ze. I don't know, man. Ik weet het gewoon legit niet meer. Het is echt, ja, fucking insane, ik zeg het je eerlijk. Fortnite natuurlijk de game die ik at the moment upload en blijf uploaden, want ik vind die game, ik zweer het, het is zeg maar een game die heel lang bij het spel houdt. En Wild War 2 heeft dat gewoon minder voor mij, want ik krijg me steeds ook de vraag van, yo Dylan, kan je Wild War 2 streamen of videos opnemen? Streamen vind ik sowieso niet echt chill, ik vind het gewoon geen leuke game om te streamen. En in Fortnite kan je de hele tijd voor een nieuwe challenge gaan voor in een game. Bijvoorbeeld met dat wapen kills halen of daar een winnen in halen. Het is gewoon, het is leuker, het is gevarieerder en ik vind dat persoonlijk wat leuker at the moment om te spelen. Dus ja, dan heb je die vraag alvast beantwoord. Dus jij jongens, laat dus zeker dus even jouw Q&A vraag onder deze video achter. En dan zeg ik tot bij de volgende video. Later mensen, bye bye.